Non-Hodgkins zocht naar onze min. Je hebt de nebel overzien. Dit lied is vorige week gezongen voor het echtpaar Neerkenstap uit Ede-Veldhuizen. Het paar heeft op dinsdag 15 april het 60-jarig huwelijk gevierd. Zoon Jaap heeft speciaal voor deze gebeurtenis dit lied geschreven en met de andere broers en zussen gezongen op een groots feest in Zandvoort. Maar er was meer dan dit lied. We zijn in Zandvoort geweest. Enkele huisjes daar gehuurd met z'n 23. Prachtig weer gehad. Beetje koud, maar wel droog. Buiten nog gegeten. Ja, was fijn. En ook nog mooie cadeaus gekregen. Ja. We hebben van de jongens een geweldig cadeau gehad. Een cruise. En die gaat naar? En die gaat naar Zuid-Nederland. Het is een binnenlandse cruise. Cruise. Mevrouw Stap is geboren in Hilversum. Meneer Neerke is geboren in het Groningse Ulrum. En ze leerden elkaar kennen in Dedemsvaart, ongeveer 30 kilometer ten oosten van Zwolle. Doordat de ouders van beiden vlak na de geboortes naar het Overijsselse dorpje verhuisden, zijn de twee daar opgegroeid en leerden ze elkaar daar kennen. Dus je zit bij elkaar in de klas dan? Nee. Ik zat een hele klas hoog. Volle klas maar hoog. Haar broer was mijn vriend. En zo kwamen we met elkaar in contact. En zo hadden we onze eerste afspraakje op ons 13e. En waar werd u op verliefd? Ja. Ja. Ik heb heel wat vriendjes gehad, maar ik was altijd verliefd op, maar waarom? Dat voelt gewoon zo. Dat gevoel is nooit meer weggegaan en zo werd op 15 april 1954 het huwelijk gesloten. Zo'n dag vergeet je nooit meer. Het was stormachtig. Net zoals al die 60 jaar trouwens, stormachtig. Jouw sluier is afgeweid. Ja. Ja, was niet best. En regen. Maar het is allemaal toch goed gelopen. Zo ging het. En we hebben het mooi volgehouden samen. En de hamvraag is natuurlijk wat het geheim is om dit jubileum te bereiken. Onze oom die zei, je moet het maar zien te plooien. Dat is aardig gelukt volgens mij. Dat is aardig gelukt, ja. Maar met vallen en opstaan. Ja, zo wel. Nu heb ik ook begrepen dat u tot uw 80ste heeft u les gegeven in het Grieks en Latijns. Ja. Nou, dan weet u ongetwijfeld hoe u tegen uw vrouw in het Grieks moet zeggen, ik hou van u. Oh. Se agapo. Aha.